Twee spelers van de Russische nationale ploeg zijn bestraft omdat ze na de Interland tegen Brazilië in een nachtclub werden gespot. Het gaat om Roman Neusdete en Konstantin Rauš. Het duo werd in de nacht van vrijdag op zaterdag gespot in een nachtclub in Moskou, nadat ze wat hadden gegeten in een restaurant. Met vrienden bij de wedstrijd waren, hebben we wat gegeten in een restaurant in Moskou, verklaren ze op de officiële website van de Russische bond. Bondscoach Stanislav Cherchesov had van tevoren zijn spelers opgedragen om voor middernacht weer in het spelershotel te zijn. Neusdete en Rauš hebben daarom een boete gekregen, de twee hebben hun excuses aangeboden en ze laten weten dat ze de boete accepteren. Rusland ging vrijdag voor eigen publiek met 0-3 onderuit tegen Brazilië door doelpunten van Miranda, Filip Coutinho, strafschop en Paulinho. Neusdete bleef de hele wedstrijd bankzitter, terwijl Rauš niet bij de wedstrijdselectie zat. Komende dinsdag oefenen de Russen in Sint-Petersburg tegen Frankrijk.